Hoi, ik ben Roel van Spro. We gaan vandaag in de polder vissen op Snoek met de Iris Flash Jerk. De Flash Jerk is een heel effectief stukje kunsthaas in de polder waar we vandaag vissen. Zoals je ziet zijn de poldersloten hier erg smal. Dat is eigenlijk een nadeel bij het vissen met kunsthaas, alleen dat gebruiken we vandaag in ons voordeel. Doordat het aas slow sinking is, kan ik het na iedere glijvlucht laten suspenderen, waarbij het aasje stilvalt. Juist deze techniek is erg dodelijk bij het vissen in de winter op Snoek in de polder. Nemen we de Flash Jerk onder de loep, dan vallen direct een paar kenmerken op. Dus in alle Flash Jerks voorzien van een extra groot oog aan de zijkant. Aan de achterzijde, bij de staartrek, vindt men een decoratieve staartveer voorzien van flash. Aan de bovenkant van het jerkbait vind je een zogeheten trekkingspot. Het voordeel van de trekkingspot is dat je tijdens het vissen, ook in donker water, die jerkbait heel makkelijk kan volgen. Tevens is de Flash Jerk voorzien van een attractieve ratel. Belangrijk met het vissen met de Flash Jerk is dat je lijn ten alle tijden onder een lichte spanning houdt. Ik vis de jerk binnen met kleine felle rukjes en na ieder rukje draai ik een halve slag van de rail binnen. Door dat proces continu te herhalen kan ik de jerkbait feilloos naar me toe vissen. De Flash Jerk komt in twee maten, de 9,5 cm en die weegt 37 gram. En de 11,5 centimeter weegt 65 gram. Vooral die laatste is heel erg geschikt voor op het grote water, visserij vanuit de boot. En is zelfs trollen. En de kleine is meer ideaal in de polder zoals we vandaag zijn. Zoals je hebt kunnen zien is het vissen met de Flash Jerk eigenlijk heel eenvoudig en ook nog eens heel erg leuk om te doen. Vond jij deze video nou interessant? Klik dan even op de like button. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste tips en tricks? Abonneer je dan even op dit YouTube kanaal.